De provincie Zeeland bestaat 200 jaar. Maar de geschiedenis van dit gebied is al veel ouder. Een jaar lang de kanon van Zeeland. Met deze week de wandtapijten van de Staten van Zeeland. Niet de Hollanders, maar de Zeeuwen hebben de Spanjaarden verslagen. Dat vertellen de wandtapijten, gemaakt rond 1600 in opdracht van de Staten van Zeeland ons. Het zijn nu de absolute topstukken van het Zeeuws Museum. Dat zijn ze dan. De wandtapijten van de provincie Zeeland hangen in het Zeeuws Museum in de Abdij van Middelburg. En als je ze zou moeten waarderen qua kwaliteit, dan moet je ze vergelijken met de tapijten van Bayeux. Zo bijzonder als die zijn, zijn deze ook. Wat ik zelf echt heel leuk vind, dat is dat deze tapijten zijn gemaakt in opdracht van de Staten van Zeeland voor de Abdij van Middelburg. En nu, zoveel honderden jaren later, nog steeds te zien in de Abdij. De Staten van Zeeland, het bestuur van de provincie, gaven nadat de Spanjaarden uit het gebied waren verdreven, opdracht voor het maken van 6 tapijten, die met name de gevechten tijdens de opstand tegen de Spaanse troepen op de Zeeuwse wateren moesten uitbeelden. Deze opstand, vaak ook de 80-jarige oorlog genoemd, was simpel gezegd de vrijheidsstrijd van de Nederlanders tegen hun Spaanse koning Philips II. De opstand werd in bijna heel de Nederlanden uitgevochten, maar vooral ook in Zeeland, waar de controle over de Schelde voor beide partijen van levensbelang was. Tussen 1593 en 1595 werd het eerste wandtapijt gemaakt door de Delftse tapijtwever François Spierink. Dit is het tapijt van de slag bij Bergen op Zoom. En Spierink die geeft de opdracht aan Hendrik Cornelis Vroom om een schildering te maken van die zeeslagen. En dat is heel bijzonder, want er werden wel allerlei tapijten gemaakt waar ook veldslagen op afgebeeld werden, maar eigenlijk nooit een zeeslag. En wat nog meer bijzonder was, is dat die Vroom, die had zich ook echt gespecialiseerd in water, in boten. Dus je krijgt ook een hele goede, goed lijkende scène. Het gewestelijk bestuur was dan ook zeer tevreden en besloot om nog meer tapijten te bestellen. Opnieuw met Zeeuwse zeeslagen van de hand van de schilder Vroom. Maar nu ging de weefopdracht naar het atelier van Jan de Maagd, die zich onlangs in Middelburg had gevestigd. Die Staten van Zeeland die wilden echt aan de buitenwereld, met name aan Holland, laten zien dat wij de opstand gewonnen hebben. Dat ligt aan ons Zeeuwen. Het zijn onze boten, het zijn onze mensen, het is ons bloed, zweet en tranen wat hier vergoten is. En niet dat van de Hollanders. En tegelijkertijd wilden die Staten van Zeeland ook laten zien dat wij ons afzetten tegen die Spaanse vorst, wat toen eigenlijk heel radicaal was, revolutionair. Dat is legitiem geweest. Want kijk maar hoe welvarend wij zijn. Dat moet met Gods zegen zijn. Anders waren we niet zo rijk geweest dat we deze tapijten konden betalen. En dat we dus hoge gasten hiermee konden verteren. De slag bij Rammekens. De slag voor Lilo. Het beleg van Veren. En het beleg van Zierikzee. We lopen hier door het gebied van de Gouwen. Het water wat Schouwen van Duiveland scheiden. Dit wandtapijt brengt ons terug naar 1576. Zierikzee is in handen van de prins van Oranje. De Spaanse koning heeft een veldtocht bevolen en nu liggen die troepen voor Zierikzee. De prins wil graag Zierikzee behouden, is van cruciaal belang voor het behoud van Holland en Zeeland en doet vele pogingen om de stad te ontzetten. Dit is er een van. Met behulp van galeien en schepen wordt hier geprobeerd de palissade die de toegang tot Zierikzee te verspert te doorbreken. We staan hier op het bolwerk van Fort Rammekens. We spreken het voorjaar van 1572. 6 april is Vlissingen overgegaan naar de opstandelingen. Tegelijkertijd vertrok er een vloot vanuit Spanje. Die vloot arriveerde in juni voor de kust van Fort Rammekens. Vanuit Vlissingen komt er een Zeeuwse vloot om de Spaanse vloot aan te vallen. In de tussentijd hebben de Spanjaarden een aantal Spaanse troepen ontscheept.
En het gevolg is dat uiteindelijk de Spaanse vloot vernietigd wordt. In 1604 werd het laatste tapijt bij de serie gevoegd. Een zogeheten schoorsteenstuk met een portret van Willem van Oranje. Het is het tapijt waarmee de Staten wilden laten zien, wij zijn vanaf begin af aan zijn wij prinsgezind geweest. Wij zijn getrouw aan het huis van Oranje. Maar wij zijn ook trots op wie wij zijn. Daarom staat ook het wapen van Zeeland erop. En het Luctor et Emergo, wat nu ook door Zeeuwen als de lijfspreuk zeg maar, wordt gezien. En wat nu meer wordt gezien als de overwinning op het water. Oorspronkelijk was dat de overwinning op de Spanjaarden. Ik worstel en kom boven. Niet de Hollanders, maar de Zeeuwen hebben de Spanjaarden dus verslagen. Zeeuwse trots verbeeld in absolute kunstwerken. De wandtapijten van de Staten van Zeeland. Wil je meer weten over dit kanonvenster en zo de geschiedenis van Zeeland ontdekken en beleven? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.